Het is zondag 12 januari 2020 en in Akersloot vindt er weer een spectaculair toernooi plaats. Het Old Alkmaar Boarding Toernooi 2020. En wie er alles van weet, dat is Ton van den Eng. Ton, wat is jouw functie hier? Ik ben namens de organisatie ben ik de voorzitter van de hele club mensen van dit geweldige toernooi. Want dat het een groot toernooi is, dat is al jaren zo, hè? En heel bekend ook nationaal, want grote ploegen komen hier. Hoeveel deelnemers zijn er? Nou, wij hebben op dit moment gedurende de 3 dagen dat wij het wedstrijdschema hebben. Dat begint op vrijdagavond, gaat vervolgens door naar de zaterdag de hele dag en dan de zondag de hele dag. Hebben wij ongeveer 50 deelnemende teams met zo ongeveer 500 voetballende deelnemers. En kijk, het leuke is, we zijn nu op zondag inderdaad, wat je aangaf, is dat we op zondag dus ook de nationale clubs erbij hebben. Als Ajax, Feyenoord, PSV, Volendam, Utrecht en AZ. Nou, dat zijn grote namen die al jarenlang komen. Dat klopt, daar zijn we ook heel trots op. En dat is in ieder geval iets waar we eigenlijk ook al een tijd mee bezig zijn en wat goed gaat. En nou, je kunt de resultaten achter ons zien. De kruisfinale nu, wat nu een wedstrijd is tussen een regionale club AFC 34... die zich afgelopen vrijdag geplaatst heeft voor het toernooi. En die spelen dan nu de kruisfinale tegen Ajax. Ja, dat is geweldig. En talenten, want je ziet natuurlijk jongens die talent hebben. Ja, dat is zeker zo. Het is zo dat we in ieder geval regionale, ook mensen uit Akersloot, die hebben hier gevoetbald. De jongens van Rienstra, die nu in ieder geval bij RKC en in Turkije spelen. Daarnaast is het zo dat ook een Fedde de Jong, die is hier een aantal jaar geleden, is hier ook bij AZ bezig geweest. Ja, Ton, Freddy Druijf, die zometeen ook een bepaalde rol krijgt, die is hier ook geweest. En die is hier ook ontdekt, min of meer. Nou, ik kan niet zeggen dat hij hier ontdekt is, maar hij heeft in ieder geval hier zelf wel ook gevoetbald. En dat is natuurlijk het leuke, dat je jongens die hier zelf gevoetbald hebben, nu ook bij de, in ieder geval dit geval, dus eigenlijk ook bij AZ voetballen. Goed, daar zitten ze dan, onze finalisten. Nick en Rijen van AZ, jullie hebben net de quiz gewonnen. Hoe komt het dat jullie zoveel wisten? Want jullie hebben ver voor hele grote voorsprong genomen. Hoe komt dat, Nick? Nou, wij kijken gewoon heel veel voetbal. En we onthouden dat gewoon. Jij ook, Rijen? Fox Sport vandaag kijken. Ja. Alles. Ja, dus... Was je niet zenuwachtig eigenlijk? Nee, ik wist gewoon alles. Nou, geweldig. Ja. Nou, gefeliciteerd, jongens. Ja, dank u wel. Het wordt nu voor de 13e keer georganiseerd. Het is een groot toernooi. Heel veel crew in gele shirts. Hoeveel mensen zijn bij de organisatie betrokken? Nou, we zijn met een vaste groep van ongeveer 9 mensen waarmee we dit toernooi organiseren. En gedurende het toernooi dan worden we nog ondersteund door 6 extra mensen. Dus dan zitten we ongeveer met een groep van 15 personen zijn we dagelijks hier aanwezig. En je noemde nationale grote ploegen. Zijn jullie van plan om in de toekomst ook internationaal te gaan? Want wordt de organisatie nog groter? Ja, dat zou natuurlijk kunnen, maar dat hebben we op dit moment nog niet overwogen. Dat is met name ook omdat we nu heel erg trots zijn met het huidige deelnemersveld. En op het moment dat je natuurlijk ook weer internationaal gaat, dan zou het huidige deelnemersveld
hè, waar al Ajax, Feyenoord, PSV, AZ aan meedoen, dan zou je er daar weer eentje van af moeten laten vallen. En ja, die ambitie hebben we op dit moment nog niet.